Hij moet op online. Wij gaan ondertussen gaan we naar, vast wel naar Zuidborg. Gegroet. Hey. Gegroet Ronald. Gegroet. Ronald, jij hebt ons gespot. Ja, wat doen jullie in het al zo'n mooie bor? Wij wouden, wij hebben, nou ik wil eigenlijk eerst langs u komen en dan gaan onderhandelen. Maar zoals jullie nu al meteen hebben gezien, kan het ook gewoon zo. Wat wij zoeken is een heilige Boreaanse wortel voor een persoonlijke ingrediënt wat wij nodig hebben. Wij dachten we gaan eerst langs uw farms, want ik heb beneden gezien dat u daar farms had. Ze had Rens ook gespot. Nou, we gaan er even langs, even kijken en dan gaan we het gewoon onderhandelen en vragen. Misschien wat u voor wilt hebben. Heeft u er ooit van gehoord? Een gouden heilige Boreaanse wortel? Ja, maar die zijn van mijn voorvader. Die zijn niet ruilbaar. Die zijn niet ruilbaar. Daar komen we wel uit. Daar komen we wel uit, Ronald. Wij komen heel wat aan. We hebben wel eens armor aan, omdat het gewoon veiliger is. Want Boor is natuurlijk ook met heel veel mountains en dergelijke. Mm-hmm. Maar we hebben geen wapens aan, dus we zijn volkomen te vertrouwen, don't worry. Ja. Maar we komen wel uit dat die met iets leuks, don't worry, daar komen we wel uit. We zijn onderweg. Ruben, hoe gaat het met jou? Ja, ik was een beetje verdwaald. Nice. Is Kim er ook? Kim is er ook. Hallo Kim. Mm-hmm. Ik moet wel zo praten. Oké. Ik wacht op jullie bij de poort. Bij de poort is helemaal goed. Wij komen eraan. En dan kan Rens met zijn handelskills het toch fixen. We gaan kijken of we eruit kunnen komen. Ik neem aan dat we toestemming hebben om de poort te lopen. U heeft toestemming van mij, ja. Zeg maar je hoor. Op mij. Sam, dat is gewoon beleefd. Oh, Björn zou u de weg wijzen. Oké. Dan moeten we even wachten. Wacht maar even. Ik denk dat hij dan wel naar ons toe komt, denk ik. Ik weet eens waar Björn is. We krijgen allemaal fall damage hier zo. Zeker. I don't know, jongens. Dus jullie komen hier alleen voor een gouden wortel. Waar een gouden wortel die we nodig hebben? Is er maar één van? Er is maar één van. We zouden het heel graag willen hebben. Maar die zit in mijn vaders graftombe. Rens, hoe gaan we dit fixen? Ik denk dat het beste is, denk ik, dat Rens gewoon even rustig een kopje thee met jou kan drinken. Ja, okay. En dan gaan we wel kijken of we hier misschien uit kunnen komen of hoe we hebben genoeg spullen. Wat misschien, want ik heb gehoord dat jij oorlog hebt met Empire, of niet? Ja, klopt. En sinds kom met Medusa. Met Medusa ook? Oh, Medusa is een allianz met ons. Maar, daar hebben wij misschien nog wel iets leuks tegen, hè, Rens? Ja. Dat komt helemaal goed. Ik heb een paar leuke dingetjes. Ik had gehoord dat gisteren ook uw boom in de fik is gestoken, of niet? Klopt, door Medusa ook wel koning Danny stond plotseling koning bij Danny. Ons. Ja, het is natuurlijk een alliance voor ons, maar we komen er wel uit, don't worry. Ik ga dus helemaal verkeerd nu lopen, dat maakt niet uit. Ik loop weer even goed. Het is leuk ook dat iedereen je volgt op dit moment. Ja, inderdaad. Ik heb een rijtje achter me aan. Pas op voor een fascia. Dat is Bury, dat is Witty. Björn? Ja, hij staat hier. Wat doet die wortel? Waarom is die wortel heilig? Waarom is het een heilige Boreaanse wortel? En waarom is het van grootvader? Waarom is het belangrijk? Je loopt door, maar hij staat hier. Nou, dat kan ik u uitleggen. Er was maar één van deze. Is speciaal gekweekt toen alle kingdoms nog in vrede samenleefden. En wij kregen eentje. Oké. En hoe oud is deze wortel? Meer dan 400 jaar oud. En hij is nog steeds lekker, denk ik. Hij is nog steeds lekker. Dat kan ik best wel begrijpen. Maar geen probleem. Wij komen er wel uit. Koning Ronald, mag ik vragen wie de andere wortels hadden gekregen? Er was maar één. Er was maar eentje van gekregen. Ze hebben verloot. En boor, ook wel mijn voorvader kregen. Oh, dat had ik gehoord. Het heilige bingo-spel. Toen had boor de heilige wortel gekregen. Ja, een galgje en zo. Ja, ja en, ik had het gehoord. Dat schijnt een hele geslaagde dag te zijn die dag. Dat is heel leuk.
Ja. Ik heb mijn overgrootoma nog heel vaak erover horen praten. Was een leuke dag. Oh, echt? Ja, ik heb het gehoord. Maar ja, Midisa is natuurlijk onze alliantse. En omdat u daar een oorlog heeft en wij eigenlijk best wel alles over hebben voor die Boreaanse wortel. Kunnen wij misschien wel een paar geheime spots laten zien met Medusa? En wellicht misschien leuke spulletjes. En wat maar ik wil spulletjes? Zo... Ja, dat komt allemaal dan wel. Technieken. Teros, wij zijn heel snel en wij kunnen alles tactisch doen. Ook. Ja. We staan bekend om onze veterstrik techniek. Heel gewild altijd. Inderdaad, dus onze veters zijn altijd snelst vast, dus wie weet. Oh, een curly daarover. Nou, ik laat u wel zien, het is echt heel snel. U gelooft uw ogen niet. Okay. Dus ik denk dat we. Want is het. Waar ligt die Boreaans woord als ik vraag me of is dat echt geheim? In de tombe van mijn vader. Ik kan het straks wel aan je laten zien en dan zal ik daarna met Rens even een kopje koffie drinken. Ja, is goed. Ja. Kan ik meteen mijn demonstratie laten zien? Dus. En dat zal inderdaad mijn heel Tails team en ik zal er waarschijnlijk bij zijn. Wellicht. Top. Ik wil ook wel even kijken in Boor, want ik ben er alleen in Noordboor zijn we een keer uitgenodigd. Mm-hmm. En dan gaan we even kijken. Ja, ik heb ook gehoord dat Rens heel goed is in zingen. Is dat goed? Klopt. Ja, dat klopt. Ja, ik heb een paar keer met Kingdom Idols mee gedaan en dat ging best wel goed op dat punt. Misschien kunnen we inderdaad na dat kopje thee kunnen we wel wat zingen. Ik vind het best. Ja, karaoke misschien. Ja. Mm-hmm. Ik voor kinderen slaat altijd goed bij mij aan, dus. Ja, wie weet hè. Dus, misschien Boreaanse idols hier zo. Ja. Ja. Teros Got Talent. Kijk. We hebben wel inschrijfgeld hè, als je bij Boreaanse X-Factor wil doen. Ah ja, dat is wel zo hè. Sorry. Ja. Inschrijfgeld. Je moet geld geven om mee te doen. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is dan. Don't worry, we hebben hier genoeg spullen. Mm-hmm. Of om mee te nemen dergelijke. Zijn jullie er al bijna? We zijn onderweg. Ja. Bijna durf ik niet te zeggen. We zijn onderweg. We maken een beetje de toeristische route volgens mij door Boor, maar. Ja, dat is veel klimmen. Beetje sightseeing. Dat is vooral ons niet doeling. Teros zijn natuurlijk heel veel bomen en heel veel jungles. Nee! Maar bergen zijn we niet gerend. Ik zag ook niks. Iedereen maar ja, het is een leuk business uitje op zich. Naar beneden springen. Gaan jullie mee eerst? Ik ben laat maar zien. Ik ga hier naar boven hoor. Spring voor boy, guys. Er gaat een piep af. Oh, jongens. Vuur. Oh. Vuur. Vuur hier in de 24 livestream. Kim, zou ik je een setje geven? Ik denk dat ik hier al best wel bij in de buurt ben, want ik zie hier allemaal stairs en zo lopen. Klopt dat? Dat ik in de buurt ben dan? Dan denk ik dat jij in de buurt komt van Outboor. Outboor? Ja, alles. Wat is er gebeurd met Outboor? Helemaal kapot gemaakt door de Empire. Volgens mij lopen verkeerdtrends. Door de Empire? Ik volgde jou, Jeroen. Ja, maar ik loop ook een keer. Oké, sorry. Ik dacht, Jeroen, je weet vast wel waar hij naartoe gaat, maar... Nee, maar Jeroen volgt mij en ik volg die Burry. Ja. Ik ook. Ik volg Pajero ook. We gaan serieus gewoon... Als jullie Björn volgen, komt het wel goed. We doen een ik ben heel eigenwijs en ik volg Björn niet. Is dat erg? Ja. Waar ga jij dan heen? Ik neem de snelle route. Als ik eerlijk mag zijn. Ik denk maar dat ik zomaar... Ik zie je straks toch wel. Ja, komt goed, Ronald. Oké. Okay. Ik Ja, sorry. En anders... Je kan altijd nog WhatsAppen. Weet je, sms, dit dan. Ja. Oké, we zijn hier... Ik zie hier de poort. Dus ik denk dat ik goed ben. Wauw, compliment aan de poort. Ik ben naar beneden gevallen. Als je eventjes snel kunt staan, kom ik even naar boven. Is goed. Ik heb hier Boreaanse kip. Oh, jeez, er staan hier twee mensen met zwaarden. Ja, hey, Astalal en Trishma. Ik kom eraan. Ze sprint op me af. Dat is niet goed. Sowieso niet. Oh, welkom. Oh, hallo. Okay. Dat is een very nice texture up there. Wat geven ze? En waar is de rest? Nee. Of zullen we daar... Gegroet, dan. Hallo. Die zijn er nu, hallo.
Hallo. Hallo. Ik ben er nog niet. Zenis naar achteren. Jeroen, zijn we er al? Zenis is een beetje enthousiast. Sorry. Wie wil dan de rondleiding? Zou ik het maar aan de Rens en de... Laat inderdaad Dris of laat Theorus maar lekker onder ogen. Dat jullie even in de gaten houden. En dan willen Rens, vind ik, inderdaad wel even een rondleiding. Ja. Ik weet alleen niet waar Rens is. Nee, ik heb Jeroen als gids, maar dat was dus... Ik weet niet eigenlijk. Rens Zuidoosten. Ik ben Matthew. Wat is dit? Oh, Matthew. Oh, sorry. Oh. Nou kijk, zie je, daar ging het dan even verkeerd. Ja. Oh ja, oh, hè, dat is raar. Ik dacht dat je naam veranderde opeens. Moeten we hierheen? Ja, oké, we moeten hierheen. Jullie moeten hier blijven. Jullie allemaal, behalve de Sam en Rens. Ja, inderdaad. Ik, Matthew, je bent nu gewoon opeens weg. Nou daar. Ik weet niet waar Rens is. Weet je waar je naartoe gaat, Matthew, of zal ik zelf... Ja, ik heb de Dynamite. Yeah? Oké, top. Ik heb een nieuwe gids nodig, jongens. We mogen toch wel springen? Het is schoonmaaltijd. Sam, waar ben je? Help. Ik ben hier. Oh, lol. Yo. Kom jij al bij mij al vaststaan? Ja, is goed. Zijn eens gaan naar binnen. Ik neem wel een mooi bloemetje mee voor u, koning Ronan. Oké, dat vind ik nog wel aardig. Het is wel uit uw tuin, maar dat daar denk ik even niet aan op dat moment. Nou, ik zeg ook echt, jongens, ik hoor Teamspeak alleen linkerkant van op oor. En hier gaat Teamspeak door. En ik heb echt alleen één linker oortje in. You're fucking stupid, kill me please. Hallo? Lekker gedaan. Hello, lekker bezig, Freek. I know. Ja, we zijn er. Is er iets aan? Ik ben er. Oké. Waar zijn jullie? Ergens. Deel ons alsjeblieft wapens weg en doe maar je armen ook. We komen eraan. Als ik mijn armen uitdoe, moet ik het doen. De jongens van Jan de Wit. Gens, jij bent de poortzoeker. Ik heb de poort. Dips. Oh, yes. Gens, kan ik je even privé spreken? Ja, natuurlijk. Wat wij gaan doen, jij gaat even met Deels over de poort praten. Ja. En wat ik ga doen, jij gaat praten, ik doe mijn armen uit, ik doe een vispoos, ik ren naar die tunnel. Mm-hmm. En laat zien, ik pak de Koreaanse wortel, ik kom weer gerustig terug. Ja. Ik zeg dat ik nog zeker ook tegen. Ja. En het lijkt net dat er niks aan de hand is. Oké. Okay. Deal? Ja, gaan we blijft tussen ons, hè? Ja. Niemand anders. Oké, okay, top. Oké, ja, Rondleiding maar. Wil je de eerste rondleiding? Of wil je eerst de tombes zien? Want jij. Ik ben echt benieuwd naar die tombes, ja, eigenlijk. Oké, okay, kunnen we even kijken? Oké, okay, kom maar, Rens. Kom ik? Oh ja, ik kom eraan. Ja, als jullie maar eraan. Niet weer. Zo'n wat jullie in Noorbe doen, zo'n. We lachen ik random een drol naast onze. Naast onze heilige boom. Ik wil niet weten wat dat was. Oh ja, dat was waarschijnlijk Rens die een beetje door de stress. Ik had burritos gegeten en. Het was nog zover naar de wc, dus. Ik dacht dat niemand erachter zou komen, maar. Sam, kom je mee? En ik dacht meteen van. Weet je, de boom ziet er best wel een beetje slapjes uit, dus dacht ik bemest hem meteen. Ja, ik snap het. Wow, ik weet zeker dat hij dat ook wel vaak heeft gezien en dat hij dacht van, nou misschien kan die wel wat meer energie gebruiken. Okay. De boom. Oké. We gaan even kijken. Het ziet er hartstikke mooi uit trouwens, jongens. Ja. Ja, maar wat ik jullie straks laat zien, moet jullie wel tussen ons en jou, de Theros. Ik vertrouw jullie vertrouwen waarschijnlijk Boor en... Toch? Mm-hmm. Ja. En dit blijft zeker tussen ons, want het is namelijk tussen de bergen, tussen de heilige bergen, dus... Altla-kip, dus je dood. Ja. Ah. Wil je wat eten, Ronald? Nee hoor. Ik, kansloos. Het is niet koud. Oké. Ja, is goed. Welkom in de haven van Born. Wauw, het ziet er echt heel gaaf uit. Het ziet er echt heel gaaf uit, man. Hier wordt veel gehandeld en al die dingen. Ja? Nou, dat kan ik best wel begrijpen. Boor is natuurlijk... het lijkt me wel lastig om te handelen, want door al die bergen en dergelijk. Kom, we gaan hier gewoon langs. Ja? Mm-hmm. Sneller natuurlijk. Oh, even duiken nemen, dat zijn we wel gewend. Ja. Ik heb een gat voor jullie gemaakt, zo. There we go, horen we wel vaker. dit ziet er heel... Oh. Welkom in de farm. Ja, laatst liep er ook iemand over onze farm heen, ja. Ja, wie... En die had alles kapot gemaakt, dus ja. Oh, dat is wel vervelend. Raar. Gebeurt soms, hè.
Wauw, okay. Dit ziet er wel heel gaaf uit. Is dit het? Hier? Weet iemand dit van Bor of het heel Bor dit? Of alleen jij? Alleen de Boreanen weten dit. En nu ook twee van Theros. Oké, okay, Rens, en dus nu twee mond houden. Oh. Niks ja. Doorvertellen? Nee. Welkom in de tombe. Oh. Wacht even, ik mag even wat... there we go. Ik gooi even wat sugarcanes weg, hoor. Dat ben ik veel te zwaar. Zo. Kom maar. Ik zal u volgen. Zolang er maar niet zo'n Indiana Jones boss straks achter ons aangooit. Zo'n gevoel heb ik wel. Boe! Wow! Oh, jezus. Wauw, oké. Al skeletten hier zo. Wauw. Yeah. Dit is het graf? Ja. Wauw. Koning Ronald V Sacred Crusader. Holy shit. Nee, Ronaldo. Ronaldo, oh, ja. Ronaldo, sorry. Okay. Nou, wow. Ik had nog een bloemetje mee, dus ik denk dat het wel gepast is om deze... Nessie. Inderdaad. Hier op de... Maar Ronald, je ziet er heel gaaf uit. Dankjewel. Lopen jullie nu mee of wil jij nog wat van boord zien of zo? Ik heb wel inderdaad wel gewoon genoeg gezien. Laten we gewoon gaan overhandelen, want wij komen er wel uit. Ja, ik denk dat we wat leuke dingetjes er tegenover hebben staan. Oké. Okay. Het is natuurlijk een erfstuk, maar wij hebben ook wel wat pittig handige dingetjes. Die u vast ook wel waarschijnlijk zult waarderen. Ja. Oké. Okay. Waar kunnen we zitten? Kom even volg me maar. We gaan wel even naar mijn koningshal. Ah. Is die ver van hier of? Nee hoor. Daar waren we net ook. Oké, okay, ja, want veel lopen hou ik eerlijk gezegd niet veel van. Ah, hoezo niet? Omdat... We komen helemaal van Theros om te handelen naar Bor. En dat is heel ver lopen. En daar worden onze voeten snel moe van. En het is varen en... Te handelen? Ja, we hebben onze Segways per ongeluk thuis laten staan, dus... Okay. We komen echt speciaal voor die heilige Boreaanse wortel hier. Alleen voor de Boreaanse wortel. En natuurlijk voor uw gezelschap, toch Sam? Kunnen we hier niet mooi zitten? Dit ziet er wel knus uit. Oh ja, kom maar. Ik vind dit wel knus uitzien, of niet? Oké. Lekker pistons hier zo. Dus ja, laten we maar gaan praten. Ja. Rens, wat? Oh, ja, dankjewel. Oh. Ja, okay. Go ahead. Okay. De Boreaanse wortel. Ja, de gouden Boreaanse wortel. De gouden Boreaanse wortel. Rens, ja. Go je handelstricks maar man. Jij weet hier alles vanaf. Ja. Ik moet wel even snel naar de wc. Ik weet niet of hier een wc in de buurt is. We hadden toch maar denk niet die burrito's moeten nemen. Oh ja, kom maar. Ik breng je wel even naar de wc's. Ja, anders dan ligt er straks weer een grote drol, laat maar zeggen, overal. Dat wil natuurlijk niet wat er in Noordboor is gebeurd. Oké, hier is het toilet. Ja, alsjeblieft niet naast de wc poepen, alsjeblieft, kom maar binnen. Nee, don't worry, waar ben je? Waar was je? Oh, hier. Oh, ja, hier kun je gewoon poepen. Je kunt gewoon hier zo, in de kist. In de kist, oké, nee, dankjewel. Ga jij maar lekker handelen? Ik ga het wel even fixen. Ik kom eraan, Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik ga hier dus een vis nemen, ik ren naar de tombes en ik pak de item. Don't worry, dit gaat me lukken. Oké, hier gaan we jongens. Here we go. Ik kom eraan, Rens. Yeah. Ik kom eraan, Rens. Ik heb de tijd hoor. Zal ik alvast een kopje thee maken? Ja, graag. Ik heb. Eigenlijk moet ik jou een kopje thee geven. Oh ja, inderdaad. Want ik voel me alweer veel te thuis hier zo. Ik zie het alweer. Oké. Of we vragen Björn wel om een kopje thee te maken. Oké, ik ren snel hier gewoon in. Dat zou wel lekker zijn. Heerlijk. Ik wil graag één klontje suiker in die van mij, Björn. Oké, waar was het ook weer? Dat was ergens bij een farm, in een cave ergens. Oké, ik moet altijd met die kerstroos praten, want ik moet boos lijken. Ja. Dus ja. Dat kan ik me voorstellen, want je wil natuurlijk niet dat er een revolutie ontstaat of zo. Nou, heb ik wel een keer gehad met Noord en Zuidboord, daarom was het overdeeld. Maar dit is weer goed, dus het is nu een wapenstilstand, wij mogen naar hun toe komen. Het is een beetje een soort Noord- en Zuid-Borea. We go guys, here we go. Okay. Zijn hier de tombes van de Ronaldo? Nou maar gelukkig is het maar weer goed. We gaan hier bij de tombes van Ronaldo en we gaan hier gewoon proberen die Boreaanse wortel te houden. Ik denk dat ik dit gewoon helemaal kapot moet hakken. Oké, hier is een suiker. Hier is een suikerrens. Ah, heerlijk. Dank u wel. De heilige bord...
Here we go. De wortel, heilige wortel van Boa. Dus ja. Het zwaard van een vredige crusader. Sam moet wel lang poepen, hè? Ja, weet ik, maar hij had altijd last van zijn darmen op dit moment. Helemaal met lange reizen. I got it, guys. I got en ik ben zijn pilletjes vergeten, anders dan... Oh, jullie hebben een tijdje... Het lijkt af en toe alsof hij een ballon is, weet je wel. En dan hij blaast na een tijdje gewoon zo op. En dan opeens gaat het zo, weet je, en dan komt alles eruit. Soort van. Ik zag het al een beetje dat hij een beetje opgeblazen werd. Dat een beetje zo'n grote klont die er niet uit kan. Ja, inderdaad. Hij is een beetje verstopt, weet je wel. We hebben af en toe een loodgieter ook moeten bellen omdat, ja, ze hebben helemaal verstopt, joh. Zo'n ploppen erin. Handelen. Oké. Koning Ronald. Ja. Ik heb hier een paar mooie prijzen voor u. Of op na een paar mooie handelsoffers. Als eerste is een hele mooie potion hier. Een uit potion? Medusa. Ja. Maar dit is geen speciaal. Dit is geen gewone potion. Want degene die dit drinkt verandert in een kip. Geen potion. Nee, dit kan ik niet accepteren, man. Nee. We hebben nog meer. We hebben nog meer. Even kijken hoor. We hebben een shuffle, ja. Maar geen normale shuffle. Want het is een diamond shuffle van supersnelheid. Nee. En wat deze shuffle doet. Want wat deze shuffle doet, hij graaft niet alleen. Maar hij kan ook nog ontzettend lekkere tosties maken. En dat kunnen niet elke shuffles. Nee. Hier. Nee, dit is hem ook niet. Nee. Kijk, om met zijn heilige bij. Maar één van eerst, dat kan ik gewoon niet doen, man. Sorry. Ja, maar je hebt deze tosties nog niet geproefd, hè? Dus het zijn echt hele lekkere tosties. Ik wil eerst eentje proeven. Oké, wacht. Shuffle? Ja. Shuffle? Maak ondertussen maar een tostie. Ja, goed zo. Ik heb nog wat voor u. Ik heb een, even kijken hoor. Dan zijn we allemaal, alsjeblieft. Dank u wel. Ik heb hier een minecart. Maar dit is geen normale minecart. Goeie. Want met deze minecart kunt u vliegen. Nee. Nog 4 minuutjes, dan ben ik ongeveer klaar, jongens. Wacht even. Hij is wel lang aan het poepen hoor. Kom op, zeg. Ja, hij moet natuurlijk ook zijn handen wassen, hè. En je weet, Sam, hij is heel erg schoon en dat soort dingen. Met shampoo. Shampoo. Meestal gaat hij meteen douchen daar, zo. Als er een douche in de badkamer is, dan neemt hij gewoon een douche en manicure erachteraan. Daarom zijn zijn nagels altijd zo mooi rood. Hij lakt ze meteen altijd. Oké. Maar daarnaast, ik heb nog een paar dingen voor u. Je hoeft niet bij mij te checken, hoor. Ik vind het een beetje raar als mensen hier bij mij komen. Dus ga maar weg. Ik ben een beetje shy, hoor. Ik raad het niet aan, want die lucht die daar vandaan komt, dat is echt... Alsof allemaal dode vogeltjes in je badkamer hebben gezeten. Dat is geen pretje, hoor. Ja, oké. Ik hoef alleen nog maar af te vegen. Dat duurt ongeveer 3 minuutjes. Teros, sorry. Ik ga hier niet mee akkoord, denk ik. Nee, ik heb nog meer. Okay. Want we hebben ook... De steek van watertanden. Mm-hmm. En deze steek schijnt zo lekker te zijn. Mag ik proeven? Dat je ja, natuurlijk, proef maar. Het schijnt zo lekker te zijn dat je dagen blijft eten ermee. Oh nee, godverdomme. Hier, mag ik terug. Oh, volgens mij heb ik de verkeerde steek gegeven. Dat was de steek van rubberen schoenen. Ik vind het zo vervelend als ik de verkeerde meeneem. Ja, ik heb nu echt zo'n beetje zo'n opblaasgevoel, man. Oh ja. Sam, het kan nu best wel zijn... Je zou nu best mogen opschieten op dit moment. Spoel maar gewoon door. Ja, ik wil nog 2 minuutjes. Nog 2 minuutjes. Dat is wel poepen. Hij is bijna klaar, denk ik. Het is altijd wel zo vervelend als je midden, als je bezig bent en je wordt midden... terwijl je bezig bent gestoord, laat maar zeggen. Zo vervelend. Maar mag ik wat zeggen? Ik ga hier, ik ga denk ik hier gewoon niet mee akkoord. Nee, weet het zeker? Want ik heb. Nee. Maar ik heb nog meer. Ik kan wel wat zeggen. Ja. Oké, vertel nog 1 keer dan. Nou, want we hebben nog meer. Want ik heb.
Ik heb sugarcanes. En het zijn geen normale sugarcanes. Want deze komen helemaal uit het exotische land van Boor. En die zijn heel, heel zeldzaam hier in Boor. Hier zo. Nee, wacht. Ik heb nog meer. Moet ik dit nu serieus nemen? Want ik moet hier gewoon van lachen. Want dit is gewoon... Dit heb je daar gewoon gepakt, man. Nee. Die... Psychboor. Ik bedoel... Atla. Bedoelde ik, ja. En okay, ik heb... Maar... Heel, heel schaars daar zo. Ja. En heel... Heel goed. En oh, ik heb... Ik kan geen melk vinden. Ik kan geen koeien vinden. Ik weet niet waar ze zijn. Ik heb... Sam, je mag op dit moment best wel even die... Ja, ik wil doortrekken, laat maar zeggen. Ik moet ook nog even afvegen. En daarna trek ik wel even door. Ja. Er kan best wel iets mis zijn gegaan met de wc. Hij is toch niet maar... Moeten we de loodgieter bellen? Een beetje. Ik roep jullie wel zodra we klaar zijn, jongens. Het zijn een paar minuutjes en dan komen we. Dan kom ik. Neem vooral je tijd, zou ik zeggen. Ik zit een beetje door mijn spullen heen. En ik heb hier nog natuurlijk de bucket. Ja, de bucket van... ja, die kun je gewoon op je hoofd zetten. Dat is best wel leuk op zich om te zien. Dus, is heel, heel interessant. Heel leuk en zo. En als hij valt, dan maakt hij ook nog een leuk geluidje en dat soort dingen, weet je wel. Nee, ook nee, niet? Nee. Oh, ik heb ook nog... Weet je wat? Ik denk dat ik hier... Ik kan hier niet mee akkoord gaan, dus ik... Oké, jongens, ik ga even doortrekken. Oké. Die mag jij gewoon hebben. Wij kunnen hier niet mee doorgaan, dus jij krijgt hier een krachtig zwaard van boord. Oeh. Oké? Hallo jongens, hallo. Jezus. Hallo. Dat... Oh man. Heb je niet goed afgeveegd? Heb ik... Heb ik niet goed afgeveegd? Oh nee. Wat is hier gebeurd, jongens? Is het gelukt? Rens, hebben we goed... Of gaat het niet akkoord? Nee, we hebben het net niet, jongen. Nou, weet je wat? Laat dan maar. We komen wel andere keer terug. Maar wacht. We komen wel... Ik heb jullie net een gift gegeven. Ja, een hele mooie. We hebben een zwaard wel gekregen, Sam. Dat vind ik wel heel aardig. Moet je maar kijken. Het is een heel goed zwaard ook. Een Boreaanse zwaard. Ja. Wauw. Ik kan helaas niks aan u geven, want we hebben niet echt iets mee. Sorry. Wel de bucket van Awesomeness. Die kunt u op uw hoofd zetten. Die is heel, heel cool. Oké. Ik zal hem even... Die krijgt u dan van ons als cadeautje. Oké, dankjewel. Ronald, we spreken u binnenkort weer. Maar ik wil jullie uit Boor brengen. Oh ja, natuurlijk. Ja. Kan dat graag misschien aan het westen ongeveer? Of naar het zuiden? Want ik wil ook eigenlijk nog langs Atla. Wil ik misschien een cocktail doen? Als meneer Vaak nog aanwezig maar dan is. Dan moet ik wel eventjes de rest eventjes weer binnen laten. Is goed. Rens. Ja, is goed. Ja. Ik heb de wortel. Nice. Don't worry. Ja. Ik heb hem gestolen. Wij hebben jullie. Super. Don't worry. Ik moest even zeggen wat voor cocktail we namen. WC-geimpjes. Cocktailgeimpjes. Atla cocktail. Ik vind het niet lekker, man. Nee. Het ruikt hier heel... Oh, maar ja. Ik kom. Ik breng jullie wel ergens heen. Is goed, Rens. Oké, super. Is goed. Het schijnt wel dat ze daar hele leuke feestjes hebben ook. In Atla, ja. In Atla, ja. Dat heb ik... Wij hebben ook daar leuke feestjes. Hier... Oh, wij hebben ook een Björn is bijna 16 jaar in opleiding, dus wij gaan een Super Sweet Six houden. Willen jullie als Tero's ook langskomen? Oh, wanneer? Oh, dat is wel leuk, ja. Ergens deze week. Ergens deze week. Ik vertrouw jullie gewoon. Ja. Deze kant op, kom. Oh, deze kant. Prima, dan komen we wel even langs. Super, dan kijk, ik vertrouw jullie namelijk heel erg natuurlijk, dat weten jullie ook. Mm-hmm. Jongens, we gaan even snel een kleine commercial doen, ondanks dat wij wat kunnen ook weer wat verdienen. Tot zo. Oké. Okay. Random commercial tussen, I know. Auw! Sorry, schat. Ik wil mijn zwaard terug. Okay. Ah, ik wil mijn awesome bucket terug. Ronald. Oh nee, die is niet van mij. Ah! Ah! Mam! Oké, Midnan. Midnan, omdat jij bent hier.
Ah, dank je. Thanks. Waar zijn je troepen? Waar zijn mijn troepen? I don't know. De troonzaal. Roep even bij de troonzaal. We zijn in Teros, we zijn er. Kom naar Koningshal. Oh, daar zijn jullie al hier. Wauw, respect voor dit. Oké. Hey, ik wil wel eens van de troon af gaan. Drisla van de troon af. Dus Teros, wij gaan nu naar Atla, omdat wij daar even, na al dit harde werk om te handelen, wat helaas mislukt is. I know jongens, het is mislukt, jammer. Maar we kunnen niet anders. Wij gaan even langs Atla. Okay, en even kijken of jullie, we daar iets kunnen vinden. Een cocktail. Waarom heeft Multikill een wortel in zijn hand? Iedereen heeft een wortel in zijn hand. Wij hebben hier ook wortels in Teros, Ronald. Alleen dat zijn niet Boreaanse wortels. Nee. Maar wortels zijn hier heilig. Die hoor je gewoon niet hier op te eten. Oh. Teros, niet wortels in Bor eten voortaan. Oké? Nee, inderdaad. Mogen broodjes wel? Oké, mogen wij alsjeblieft naar het zuiden, naar Atla dan? Volg me. Ja, pak maar gewoon wat hoor. Oh, mag dat gewoon? Ja, moet je even een watch vragen als je drinken wil. Drinken? Ja, raar. Jongens, 3 uur lang roleplay is hartstikke moeilijk. Ik wil bij deze even Ronald bedanken voor het meedoen, Ronald. Graag gedaan. Oh, daar staat hij. Oh, dank je. We hebben dit echt niet gepland dat Ronald zo kwam. Ik wil Ronald even bedanken. Ja, holy shit man. Bijna 4000 kijkers. Damn. Kijk wel door zo'n bro. Dat is wel ziek, vind ik. Jongens, hoe gaat het met jullie de chat? Ga even gek doen. Ga even hallo zeggen. Oké. Oh, dankjewel. Oké, ik ga wel even hallo zeggen. Oké. Pak jullie in een hier, in de chat zit een minecart, denk ik. 1. Pips. Ha, ik had er nog één gelukkig. Oké, wacht. Ik heb er één. Ik maak ze wel eventjes voor jullie. Blijven jullie eventjes hier? Long live Koning Ronald.